and yeah, true. Do we have trench coating here? Awesome. Oké, okay, sterk in ieder geval transport door Nederland dan. Ja, dat kan die ook op pakken, ja. Anyway. D200 hype. Awesome. En weet je wat nog leuker is, jongens? Check this out. Dit wordt leuk. Yes, yes, it's a long time since we tried that one. And me and GamerNL had the ID to drive that one. So, yeah, here you get it. It's looking awesome. Well, actually, it's the opposite side of it, Flying Scotsman. But I know what you mean with it. Dagje Efteling, awesome. IC E2 hype, awesome. It's awesome, MSD. Hmm. Okay. Yeah, oi, oi. Oh ja, als je vraagt waar is Victor, die komt wat later, want die is in een brand aan het blussen in Amsterdam. ...145 hype. En welkom terug mee, jongens. ICE3 hype. En 143 met zilverlingen. Staat op de spreadsheet als het goed is met de link. Dus een of andere Duitser heeft het gemaakt. Ik vond het echt wel een fantastisch scenario. Ja, Dia. Dankjewel, GamerNL. Juist, ja. Dat is wel typisch bij de IC3, hè? Elke keer dat geluid hier op dit station. Ik vind dat de IC3 sowieso best wel een rare remake. Ja, hoi. Ik moet op zijn minst wachten tot de ICE weg is. Anders kunnen we niet vertrekken. En 145 trouwens ook. Nee, dat is geen pretje, nee. En dan gaat de 145 ook vandoor. Trouwens wel apart dat er geen 146 gebruikt is. Ik heb het idee dat deze gemaakt is in combinatie met de loopback route. Hey Robin, goeie avond. Goed, ondertussen gaan we de tijd gaan we nog even lekker wachten totdat we mogen vertrekken. Het is niet echt al te lang meer hopelijk.
Zo, de remmetjes zijn er alvast af. Dat kan altijd. Ja, dat kan je wel zeggen, Cameronel. Ik was dus even niet zo snel gekomen, inderdaad. Oh, trouwens, let op het sign. Look at the sign, guys. It's a little, really awesome to see. Wanneer are we gonna change over? Wait for it. Tada! Let's go! En we zijn vertrokken, jongens. Maximaal 40. Ah, ik zal zo meteen eens kijken. Zo, mooi even 60 aan nou hier. Just stuk noorden PZB. Oh. Ik moet straks nog eens kunnen kijken naar die rails die ik hier mis, want op een of andere manier mis ik dan nog. Wat ik totaal niet begrijp. Dan moet ik even naar kijken. Nee! Daar ben ik eigenlijk nog niet meer aan toegekomen. Nee. Ik weet ook niet precies welke dat zijn, eigenlijk gezegd. Dus ik moet er nog eens even naar kijken. Maar dat fix wel. Ja, dat weet ik. Maar ik heb ze wel geïnstalleerd ondertussen. Want anders had je hier deze rails ook niet. Want ik heb hier ook weer de gewone rails, zie je, als je ziet. Nee, precies. Maar ik heb ze hier ondertussen alweer teruggelegd. Ik heb alle sporen teruggelegd. Ja, maar dit zijn geen die betreft meer. Dit zijn weer de gewone. Daarom snap ik het ook niet snap. En ik dacht, weet je wat, dan zet ik gewoon de rails inderdaad gewoon compleet nieuws. Dus ik heb er alles erop gezet wat origineel mee kan. En nog mis ik ze. Dus ik, nou snap ik het ook niet. Dan dat ik even moet gaan kijken hoe het nou komt. Waarom ik ze dan nog steeds mis. Ja, dat heb ik gedaan, Marco. Dus ik moet er nog eens even naar kijken dadelijk. Ja, van de week. Dus ik er tijd voor heb. Maar het is wel raar, ja. Maar nou, ik al zei, let niet op de PZB. Klopt echt geen bal van. Nou, ik vind het wel lachen. Oh, volgens zijn ze rood. Is het bij de sport echt voor geen meter? Rijdt natuurlijk de 145 achteraan. Oh my goodness, look at that guys, look at that. Captain Hype. God, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Ik dacht het niet.
Ja, ik heb hem kapot gemaakt, ja. Durf ik zo niet uit mijn hoofd te zeggen. Laat ik je straks even weten. Of Gamer dan moet het meteen uit zijn hoofd weten. Nou, ik dacht het haast niet. Nou, dat is ook een goede, ja. Real design, ja. Dat zou ook nog eens kunnen, ja. Nou, je zegt, volgens mij is hem dat ook al, ja. Het zal vast trouwens in de beschrijving staan van de scenario. Maar het zou me niet verbazen als het voor real design en dat is. Oh, de remmen gaan wel erg slecht in deze trein, merk ik al. Gewoon, ik kan toch iets eerder gaan remmen, denk ik. Jammer, in ieder geval de wagonnetjes staan niet van op het platform. Hallo! Don't look at me. Anyway, just go ahead. Nee, kom maar achter, ja. Halloween is vroeg dit jaar, vind je? Nee, dat niet. De 31ste pas. Ik vind hem laat dit jaar. Ja, ik weet eigenlijk al wat je bedoelt, ja. Als het goed is, komt er een sale eind van de week, dus kan me niet verbazen. Oh, die staat erbij, oké. Weer een reden om het TTB aan te schaffen. Dat weet ik even niet. Dat is een hele goeie. Heel vaak is het wel bij TTB het geval, ja. Dat AIO niet is. Ja, dat is wel jammer. Dat vind ik soms het enige nadeel bij TTB, dat het alleen AIO niet is. En jammer genoeg kan ik die skin op dit moment ook nog niet omzetten naar een andere, bijvoorbeeld 185 of zo. Oh my goodness, thanks for the host, of auto-host, WWI94. Thanks for the host with 13 viewers. Awesome, thank you very much, man. Yeah. Ik weet niet wat het gemiddelde bij mij is. Bij Matt heb ik meestal gemiddeld 14 seconden delay, bij koploper meestal maar 5 seconden. Ongelooflijk maar waar. Dus, en bij Skrull zit ik meestal rond de 18. Oh, easy. Better. Nou ja, ja, 8 zou ook nog kunnen, maar in ieder geval vrij laag, ja. Dat zou ook nog goed kunnen, hoor. Het valt me in ieder geval op dat ik bij jou redelijk weinig seconden heb, ja. Oh, is er echt een testje? Oh. Nou, het is in ieder geval vrij laag, ja. Goed, laten wij ondertussen maar gaan remmen.
Oh, echt camera wel. Oh, dat is nice. Kan je die link ook even rechtstreeks naar mij toe sturen? Dan kan ik daar straks even naar kijken. Die Altman! 140 donation hype! Dankjewel, die Altman. Dank je, dank je, dank je. Awesome! Dankjewel, man. Dat waardeer ik enorm. Ik wil trouwens vanavond ook eventjes alle dingen afwerken. Want er zit wat vertraging op dit moment in alle administratie. Dan zal ik straks ook even nadenken. Dus in ieder geval, dankjewel, die Altman. En natuurlijk dankjewel GamerNL eventjes om door te sturen. Dank je, dank je. Oh, dank het aan meneer. Ik weet alleen mijn telefoon een beetje moeilijk te doen. Oh, het is niet meer uit. Goed, we rijden op dit moment met de V200 natuurlijk. Lol. Dat is beter. Ja, dankjewel jongen. Ja, als je afvraagt waarom heb ik de frontzijde trouwens niet aan staan. Nou, dit is 1 en dit is 2. Tja, dat heeft niet veel zin. Nee, ik kan het maar bijna niet genoeg zeggen dan dat. In ieder geval awesome. Komt hier ook nog een trein binnen of iets wat dergelijks of? Nee, nee. Oh, oké, okay. Lekker rustig. Goed, ik denk dat we naar het volgende station. Ja, naar het volgende station gaan we de aftakking maken. Dus dan gaan we op de nieuwe lijn rijden, jongens. DTG bij die V200 stuk gemaakt. 2015. Het zal het me niet verbazen ook. Ja. Dat is wel jammer, maar ja, wat doe je eraan? Ja, dat is zoveel typisch dan met zelf afgelaste periode dat ik ook achter heel veel dingen komt. Oké, okay, yo! Rij maar eraf. Laten wij weer vertrekken. Nou, ik denk niet dat ze dat zullen doen. Today it's down the mine shaft. What? Down the mine shaft? That's on Thursday, right? Not on Tuesday. Or is it? I have no idea actually. Only 20 hype? Awesome. Oh, is okay. Ja, dat weet ik dat hij nu heeft, ja. Hij heeft een inderdaad nieuw schema, ja. Oh! Het is geen dinsdag en donderdags meer. Oh, oké. Okay. Oké. En weet je wat nog leuker is? En met maar aanvragen voor zijn Twitch partnership. Hij moet er echt een keer mee ophouden. Maar hij zit daar gewoon veel te pushen. Maar ik zeg dat wel niet tegen hem in de stream, maar ondertussen denk ik bij mezelf, jongen, doe eens een keer rustig aan. Nee. Ik had er eigenlijk afgelopen vrijdag bij moeten zijn bij Mr. T, bij Trago. Je had echt een fantastisch verhaal. GamerNL was er ook bij en een aantal meer. Nou, als je hem hoorde praten, dan wist je ook al genoeg. Waar kan ik de Kajon verder gebaseerd bezet EC001 coach vinden? Wat?
Zeg me zo even niks. Oh, 80, 80, 80. Nee, volgens mij niet, want dan had de ICK bij gestaan. NS. Zit het toch niet in dat scenario waar ik jou heb gestuurd, als het goed is? Ik kan me dan niet herinneren, in ieder geval. Of het gaat over een ander scenario, dat kan ook. Laten we eens kijken of ik die trouwens heb. Sim, en dan is het Rail Vehicles. Passengers, ja, yeah, BMX. Ja, ik heb hem dan toevallig wel. Ik kan wel even kijken wat de kleur is, dat ik in ieder geval garandeerd ook weet hoe die eruit ziet. Oh, dat is lekker handig. Ah, het is deze wagon, Joep. Zo ziet hij eruit. Dit is dus de ICE-kleur. Nou, hij is ondertussen hier lekker te wachten op een rood sein. Dan gaan ze wat iets dichterbij gaan staan. Ja, ta-ta-ta-ta-ta-da. No idea. Oh yeah, he does. I have no idea if he's still working on it. Maybe you can ask him when he's in the stream. TTB 101, awesome. Oké, treinspot in Nederland. Tot de volgende keer. In ieder geval sterkte, in ieder geval, zou ik zeggen. En ja. Het ziet eruit dat wij niet hoeven te stoppen. Oh, oh, easy. Captain Smith, thanks voor de follow. Dankjewel. Awesome. Oh, look at that. It's the default tracks. The original ones. Nice. Yeah, all right. Goed, we gaan vanaf nu dus de branchlines op. Ja, sterker nog, we zitten al op de branchline. Ik weet niet wat er nu nog aan komt rijden. V200. NS Brinks, thanks for those and welcome to the stream. Ja, ik had het in de gaten. Die Duitse Rijksbaan waar ons. Ja. Let's go.
awesome. Goed, en we gaan klimmen, jongens. Op naar het nieuwe gedeelte. Ja, inderdaad. Ja, zeker mooi, ja. Oh, wow, mooie boom. Nice tree. Oh, easy, easy. Better. So what do you think, guys, about this route so far? Actually, it's a really awesome route, and a lot of people wish that this was on Steam Workshop, or actually on Steam. Because it's such a nice route. Ja, ik zo te zien wel, joh, probeert hij maar eens, ik denk het wel. Als ik het zo kijk, want die D-terrein zit daar ook in. En die andere, dus ik verwacht dat het hem dit wel is. Ja, dit is hem. Dat weet ik al bijna 100% zeker. Probeer het maar eens. Ja, jullie like it? Awesome. I also really like this. It's actually this part that we now driving since the last go by in that station. From there on, it's a new part. So for me, it's everything new as well. There's also a free version as well, but the only difference is that this part is not including it. But except for that, it's such an awesome. Lol. The queen in the way. Hey Stefan, welkom uit Londen. Awesome. Ja, dat is waar. Oké, 60. Let's go. Is ook leuk bij die gekapte bomen daar. Awesome. En dat bijvoorbeeld ook met die aankleding naast het spoor met die grasbedden. Zo klein detailtje, maar wel ontzettend mooi. En het vult net zo meer ja, aan. Ik weet zeker, als Dofte net deze kleine beetjes ook zou doen, hè, dat het gewoon 3 keer beter zou zijn. Nee, dat verbaast mij ook, koploper. Ik had op zijn minst ook wel een... Wat? Een boom die omgevallen was? Lol. Nog meer koeien in de wei. Awesome. Oh ja, we zijn toevallig.
Ja, zover ik het weet wel, ja. Nog meer koeien? Oh, lol. Ja, dit is zeker wel een must, deze route, absoluut. Ah, een overweg sign. Nice. Awesome. Ah, okay. Hey, Robbie. Welkom. Ik bedoel, deze wagonnen die we hier bij hebben, die komen van Steam af. Volgens mij die dondercoaches. Als ik me niet vergis. Een paar verlaten sporen hiernaast. Een beetje meer. Precies op tijd ook nog, jongens. Haha. Awesome. Woop. Ja, dat is zeker. Maar dat vind ik ook leuk aan deze route, dat je dat hebt inderdaad. Hey Stefan, thanks for the host, man. Really appreciate it. Brakes off. And let's go. Nee, zeer zelden, ja. Ah, dat is wel jammer. Farming hype, lol. Oh, look at that, een tunnel. Ja, dat klopt. Maar ligt dat dan nog steeds richting Oosterhoutje? Ik dacht dat het juist opgeruimd was. Oh, oké. Okay. Zo, een beetje donker hier. Klein beetje maar op. Oh my goodness, look at that guys, look at that, it's such an awesome place. And that is why this route must be come to work, Steam. Not for me, yo. Da-da-da-da.
Dan moet je zien dat het ook steeds donkerder en donkerder en donkerder en donkerder en donkerder wordt. Dat vind ik echt heel mooi gemaakt. Je ziet nou gewoon bijna helemaal niks meer. Ja, wisten we het maar. Maar ja, vergaat het niet uit. Ja, ik zeg het je. Awesome. Nee, het zou mooi zijn als het zou gebeuren, maar ik ga er niet vanuit. Nice. Ja, dat klopt, ja. België, nee, dat is een Belgisch lijntje volgens mij. Het is trouwens ook met de lijn vanuit Kelderop naar Valkenswaard. En van Eindhoven kan je nog maar een heel klein beetje zien. Hey, ik ben de Freek, goedenavond en welkom. Bonus stop is trouwens de laatste van dit scenario helaas weer. Ja, dat is het zeker. Ik had het niet verwacht dat het zo mooi zou zijn. Goed, 40 keer. Ik vind het ook wel echt een kunstwerk geworden. Zeker om met deze combinatie door hier doorheen te rijden, dat vind ik toch gewoon fantastisch. Met deze oude DDR-ruituigen. Oh nee, dit is net de DB's. Maakt niet uit. Gemaakt door, waar was ik weer? IJzerbanenwerk, ja, die hebben ze gemaakt. Doing, doing. Ja, hoi. Een beetje nek. Ah ja, ik kan zeker door op YouTube uiteindelijk, dat is geen probleem joh. Dat is uiteindelijk wel de bedoeling, ja. Dan zal hij waarschijnlijk gepland staan voor op YouTube op donderdag, wordt hij dan waarschijnlijk online. Dus morgen op de preview op Twitch, dan donderdag komt hij op YouTube. Hmm. Oh, je bent er zelf morgen niet? Oké. Ja, ik wilde hem even ook op een andere dag zetten, hoor, als je dat wilt. Maar ik dacht morgen hebben we in principe toch een langere stream. Dan dacht ik, nee, zet ik hem gewoon lekker morgen neer.
Sector Hosting Hype! En welkom. Hey, daar hebben we onze brandblusser. Zeg op deze nieuwe snelheid duurt het een eeuwigheid. Ja, dat kan ik wel zeggen. Nee, nou zeker al dood op nog heel wat geblus. Fantastisch hoor. Laten we een klein beetje drachtje erbij geven, want dat kunnen we natuurlijk. Maar ja, dat kan je wel zeggen, dat vond ik dus ook. Zijn we staan de katje van? Ja, leuk. Ja, FPS is op dit moment rond de 25, dus dat is toch zeker netjes. Ik kan je dus zeggen, jongens, dat ik op de scenery distance quality en ja, in ieder geval die drie. Die staan bij mij allemaal op max tegenwoordig. Ik heb alleen schaduw en water heb ik tegenwoordig nog maar 25% staan. En daarnaast draai ik op dit moment op FXAA keer 2 MSAA. Want ik kan je zeggen, dat werkt ook behoorlijk goed, die combinatie. Ik vind, ja, ik vind persoonlijk schaduw is wel handig, maar ik vind dat niet echt het belangrijkste. En water eigenlijk ook niet, want water zie je niet zoveel. En die andere twee vond ik wel iets belangrijker. Daarom dat ik die op hoger plaats staan. En mokspel, ja, meestal werkt dat nog behoorlijk goed. Oh, niet te snel, Rob, niet te snel. Easy. Ah, dan komt hier nog een branchlijn, of tenminste een gesloten branchlijn. Interessant om te zien. Dat vind ik altijd wel leuk aan deze route, dat ze altijd hier van die gesloten branchlijns hebben. Vind ik echt leuk. Goed, 20. Oh, daar heb je nog een branchlijn. Cool. Hold up, wait a minute. Wel back? Oh, je bent back. Oké. Okay. Ik dacht dat je terug kwam. Oh, de rijden. Waarom moet hij nou in één keer 20 gaan rijden? Oh my goodness. Dat is een lolly. Trouwens, nog een behoorlijke branchlijn daarboven, zie ik al. Daar aan de rechterkant. Ja, ik denk het ja. Klunk klunk.
Oh, er zit natuurlijk ook een hele scherpe bocht hier, dat scheelt het ook niet op. Rem erop, remmen. Niet in de bomen gaan hangen. Klunk, klunk. Goed, 40. Kijk, kom je nog een turquoise, of ja, nee, een beige 200 tegen. Moet afremmen. Dan komen we hier in Riggenstad terecht. Ja, komen we binnen. Ja, die ziet er wel leuker uit hier, hoor. Volgens mij gaat die andere V200 het overnemen van ons. Daar lijkt het in ieder geval behoorlijk op. Ik vind hem prima hier, hoor. Hoppakee. Bam, deurken zo. Peu. Keurig op tijd. Ja, dat zekers. Heel eventjes op pauze zetten. Dan kon ik even een beetje rondkijken. Ah, toch behoorlijk nog iets. Maar liep vroeger de spoorlijn ook door als ik het zo bekijk. Maar ging het hier met een mochtje naar deze kant toe. Een of ander iets. Hartstikke mooi. Dan hebben we daar natuurlijk nog onze andere bunchline. We nog wat hout kunnen ophalen of zo. Hartstikke leuk. Hier het leutige stationnetje zelf. Inclusief een vrij moderne lokplaats. Mooi. Lok kan eventueel omlopen als het moet, maar nergens nodig. Awesome. Yup. Ik vind het wel echt wel mooi mogen worden, die branchline. Echt wel. Wel dan, je hebt completed snel succesvol. Goed, anyway, laten we in ieder geval het scenario afsluiten. En play the games, thanks for the host. Really appreciate it. And welcome to the stream. En Daniel van America, welcome back with the auto host. Awesome.